Hoi en welkom bij een nieuw filmpje. Het filmpje van vandaag is onderdeel van een videohop die ik samen met Ine van Meet bij Inepie organiseer. Wij hebben samen afgesproken vandaag een filmpje online te zetten of een tutorial online te zetten met de Timeless Tropical Stempel Set. En ik heb ook nog de In the Tropics dies daarvoor gebruikt. Hiermee willen we jullie graag laten zien dat er meerdere mogelijkheden zijn met één en dezelfde stempelset. Dus laten we snel beginnen. Het filmpje van vandaag staat vooral in het teken van de techniek voor dit kaartje. Met dit kaartje maak je twee kaartjes tegelijkertijd, dus dat vind ik altijd superleuk. En het heet de split card techniek. En laten we snel gaan starten. Ik leg deze eventjes opzij. En ik pak er een stukje kartstok bij van 19 centimeter bij 13,5. En dan neem ik mijn trimmer. En ik leg de lange zijde aan op 9,5 centimeter. En nu kun je hier een rillijn maken. Maar om het voor jullie wat inzichtelijker te houden, heb ik besloten er een potloodstreepje tussen te zetten. Want ik wil het midden van de kaart weten. En dat kan dus ook gewoon met een rillijn of met een licht potloodstreepje. Dit verdwijnt straks, dus daar zie je helemaal niks meer van. Op dit kaartje ga ik allerlei bloemen plakken uit de Timeless Tropical Stempel Set. En ik heb hiervoor de grote bloem gebruikt. En ik laat even zien hoe ik hem ingekleurd heb. Ik stempel hem met Memento inkt. Zo, en ik gebruik gewoon een restant stukje papier. Ik leg mijn inkt snel even weg voordat ik onder zit. En ik ga hem inkleuren. Ik gebruik hiervoor de Flirty Flamingo Stamping Blends en de donkere Daffodil Delight. En de Daffodil Delight gebruik ik voor het stampertje. En dan ga ik als eerste, ik leg deze even opzij hoor, die ligt zo in beeld. Als eerste ga ik de hele bloem inkleuren met mijn lichte Flirty Flamingo. En het is gewoon een kwestie van helemaal het bloemetje inkleuren. Sommige mensen werken graag per blaadje. Dat kan, maar het inkleurwerk van vandaag is niet het meest ingewikkeld. Of tenminste, ik maak het mezelf niet ingewikkeld, want je kunt het jezelf net zo moeilijk maken als je zelf wilt. En je zult straks begrijpen wat ik bedoel met niet ingewikkeld. Zo. En het is ook nog niet erg dat het niet helemaal netjes is. Dat komt straks allemaal goed. Daarom vind ik dit ook zo'n geweldig product. Het blendt heerlijk. En ja, de strepen verdwijnen straks gewoon. Dan neem ik de donkere. En ik ga eigenlijk alles wat zwart is gestempeld, ga ik met de donkere Flirty Flamingo langs. Dus ik zet er gewoon wat streepjes omheen. Ik kleur het donker in. Ik let wel uiteraard even op bij het stampertje. Die wil ik geel houden. En er zijn mensen die echt prachtig schaduwen aan kunnen brengen. En dan spenderen ze echt wel wat meer tijd eraan dan ik nu doe. Ik volg gewoon de stempel. Lekker makkelijk. En die schaduwtjes staan er ook niet voor niks in, zeg ik dan altijd maar. En dit is het laatste blaadje. Zo. En dan ga ik er gewoon weer met mijn lichte Flirty Flamingo overheen. Over de plekken waar de donkere Flirty Flamingo is gebruikt, ga ik wat extra keer langs. En ik vul gewoon het hele blaadje weer in. Je kunt het net zo lang blijven blenden, zodat je ziet dat het netjes in elkaar overgaat. En dat is helemaal naar je eigen inzicht, zoals je het zelf het mooist vindt.
Ik ben wel een beetje van het makkelijke. En ik ben stinkend jaloers voor degene die het echt helemaal mooi precies kunnen. Maar hey, oefening baart kunst. Dus ik blijf oefenen. Want aan de blends ligt het niet hoor. Het ligt echt aan mijn eigen kunsten dan. En voor deze gebruik ik een beetje draaiende bewegingen. Nu heb ik alles een keertje geblend. Ga ik weer terug met de donkere. En ik zet alles nog een keertje goed aan. Je kunt er dan ook weer met de lichte overheen. En je kan heen en weer totdat je helemaal tevreden bent. Maar ik vind het wel oké voor nu. Ik ga nog één keer met de Daffodil Delight overheen om het stampetje ietsje donkerder te maken. Zo. En dan ga ik hem uitstansen. Maar aangezien dit filmpje helemaal in het teken staat van de techniek, heb ik al het een en ander uitgestanst. Dat wou ik zeggen. Ik heb ook een paar blaadjes gemaakt. Deze heb ik ingekleurd met mijn... Even spieken hoor. Granny Apple Green. Donker en licht. En dat werkt eigenlijk hetzelfde. In dit geval heb ik eerst wat donkere accenten aangebracht. En ben daarna met de lichte eroverheen gegaan. Maar ja, of je nou eerst met licht begint of eerst met donker. Dat is geheel aan je eigen... Wat je zelf het prettigst vindt eigenlijk. Alles wat ik uitgestanst heb, ga ik op mijn kaartje plakken. En nu zie ik dat ik hier... viesheid op heb gemaakt. Dus ik ga even de achterkant van mijn blaadje gebruiken. Ik zoek mijn trimmer. En ik maak even opnieuw de streep. Als ik mijn potlood kan vinden tenminste. En dit doe ik eventjes op 9,5. Zo, ik vind het zonde als er zo'n grote vlek op mijn voorbeeldje zit. Zo, dit is een beetje restant lijm, dat is zo weg. Dan ga je eigenlijk gewoon een beetje spelen met de bloemen die je hebt. Ik leg ze altijd een beetje neer zoals ik denk dat het oké is. Het kan over de rand heen, geen enkel probleem. Hou alleen een beetje het midden van je lijn in de gaten. Zo. En dan ga ik straks hier de blaadjes ertussen steken. Maar dat zie ik straks wel. Ik plak eerst mijn bloemen op. En ik plak ze voornamelijk in het midden goed vast. Zodat je straks nog prima de ruimte hebt om de blaadjes erin te steken. Die plak ik daar. Deze plak ik hier netjes onder. Zo, deze ietsje meer naar rechts. En dan de laatste. Plak ik een beetje meer deze kant op. En zoals ik al zei, ga ik dan een beetje spelen met de blaadjes die ik erbij heb gemaakt. Even kijken. Ik steek gewoon even wat bladeren erin. En dan zien we straks wel hoe dit... Dit vind ik wel leuk. En dan nog die misschien. Ja, hier kun je uren mee zoet zijn, hè? het handigste wat nu is om te doen, je kunt de blaadjes er al in plakken. En dat ga ik met deze en die wel doen. Maar degene aan de rand, daar wil ik eigenlijk nog heel eventjes mee wachten. Want ik wil graag kijken of het leuk is dat het over de rand heen hangt. En als ik... ze nu vastplak,
dan kan ik mijn kaart niet doormidden snijden. Dus dat betekent dat ik ze moet inknippen. En ze kunnen natuurlijk best wel een klein beetje over de rand heen. Zo, dus ik haal deze er nog eventjes tussenuit. En die ga ik straks plakken. Dan neem ik nog een keer, dan ga ik eerst natuurlijk dit restantje eraf knippen. En dat doe ik zodat ik een rechte kant heb om hem te snijden. Dan pak ik mijn trimmer erbij. En ik leg hem gewoon weer aan op 9,5 centimeter. Dan doe ik even mijn ril dingetje weg. En dan ga ik hem snijden. En je trimmer kan daar makkelijk doorheen. Hè? Geen enkel probleem, dat zie je. Heb je een hakketje, dan kun je die daar ook voor gebruiken. Zo. Deze wil ik iets naar boven. Gewoon over de rand heen laten gaan. Geen enkel probleem. Dat wil ik met deze ook, als ik hem te pakken krijg. Of ga ik hem toch afsnijden? Nou, dit is wel heel ver over, hè? Deze snijd ik gewoon af. Doe er een beetje lijm onder. En ik knip het restantje ervan af. Zo. Dit zou ik eventueel nog kunnen gebruiken op een ander plekje. Dat is een heel klein puntje. Deze gooi ik lekker weg. En hier wil ik hem er ook een beetje overheen laten hangen. Dus hier plak ik hem er ook gewoon zo tussen. Dat hij er net overheen hangt. Dan doe ik mijn lijm dicht. En dat zeg ik nu wel, maar dat is niet zo. Ik kan deze twee basissen nu gewoon op een basiskaart plakken. Ik heb deze al voorbereid. Ik heb een basiskaart genomen van 21 cm bij 14,5 en die heb ik gereeld op 10,5 en dubbel gevouwen. En hierop zit een mat van 10 cm bij 14 cm van Basic Black Cardstock. Zo. Kijk, nu verdwijnen de vlekjes lekker onder aan mijn kaart. Deze plak ik hierop. En ik gebruik de kaart gewoon aan de linker en de rechterkant. Want deze ga ik hier plakken. Maar je kan natuurlijk ook gewoon beslissen om het aan de bovenkant te doen. Om het aan de onderkant te doen van een kaart. Net wat je wil, hè. Het is helemaal aan jou om daarmee te doen wat je wil. Maar wat ik hier gewoon leuk aan vind, is dat je in één klap twee prachtige kaarten maakt. Zo. Het enige wat ik nog nodig heb, dat is de spreukjes. En dat heb ik ook al vast gestanst. En de Aloha komt uit de stansenset. Uit de In the Tropics Dies. Hier de Aloha. Maar er zitten ook nog blaadjes bij. Er zit een grote sinaasappel bij. Palmboompjes, superleuk. En deze wil ik hierop plakken. Ik heb ze twee keer uitgestanst uit een stukje Basic Black Cardstock. Achterop die cardstock heb ik onze nieuwe adhesive sheet geplakt. Dit betekent dat als je het gestanst hebt, dat het dan een soort stickertje wordt. Dus je hoeft niet meer te gaan... Ja, ik wil een woord zeggen wat niet netjes is. Je hoeft niet te gaan hannesen met je lijm en dat het eronderuit komt. Maar je gebruikt gewoon die adhesive sheets en dan heb je gewoon je eigen... sticker. Ik probeer hem een beetje rechterop te plakken. Zo. En hier de Hooray. De Hooray komt uit de Well-Written die set. En deze plak ik ongeveer. Oh. En dan zie je dat ik hier niet genoeg lijm op heb gedaan.
Maar dat is geen enkel probleem. Dat lossen we gewoon zo op. En daar ziet niemand wat van. Ik ben blij dat er dit soort foutjes ook gebeuren terwijl ik aan het filmen ben. En ik knip ze er expres niet uit, want hey, bij mij gaat alles ook niet in één keer goed. En zoals je ziet, nu dus ook niet. Zo is mijn kaartje klaar. Dit is de roze versie, dit is de gele versie. De techniek heet de split card techniek. En je hebt gewoon met het maken van één blaadje, kun je twee kaarten maken. Hoe leuk is dat? Ja, dit was het einde van mijn filmpje. Heb je vragen over deze kaart en over de techniek? Stuur me gerust een mailtje op danielle.kassing@gmail.com. De link van het filmpje van Ine staat in de beschrijvingen. Vergeet vooral niet naar haar door te linken en naar haar project te gaan kijken. Want die is echt super leuk geworden. Tja, dit was het voor vandaag. En heel graag tot de volgende keer. Doei!